Het is 13 april, we staan hier in Veendam bij de noodopvanglocatie van de COA in Veendam. We zijn uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen, dus gaat u mee? We staan hier momenteel binnen in het, hoe moet ik het noemen, het noodopvangcentrum? Noodopvang Veendam noemen wij het, ja. Nou, in Veendam dus, in de verbouwde garage, zo moet ik het zeggen, maar het lijkt in de verste verte niet meer op een garage. Nee, dat is correct. Het is een autogarage geweest. De afgelopen maanden is er enorm hard gewerkt door iedereen met dit als resultaat. Ja. Zodat wij 100 bewoners kunnen gaan opvangen vanaf maandag. Ja, we hebben net beelden gemaakt, 100 bewoners of om en nabij dan. Maar ik begrijp als gezin natuurlijk wat met drie mensen zijn, dan gaat het getalletje iets onderuit. Maar jullie kunnen niet kiezen om continu vier mensen in de kamer te krijgen. Nee, we hebben wel iets extra capaciteit, zodat we wel 100 kunnen plaatsen. Ook al is dat dan een gezin van drie. Ja. Dus we hebben ietsjes ruimte om dat te hanteren. Maar 100... Okay. Kunnen we plaatsen. Ik zie, alles is nog splinternieuw, zal ik maar zeggen. Dus alles is net vastgezet. De luchtbehandeling is aangepast. De veiligheid, de brandblussers, dat soort dingen. Maar het is nog, zoals ze net zei, een beetje kaal. Hoe gaan jullie daar invulling aan geven? Nou, toevallig hebben we het met ons team woonbegeleiders er al over gehad. Die kwamen direct met eigenlijk hetzelfde. Van, goh, wat ziet het er nog kaal uit? En ja. Wordt dat nog geschilderd? Nou, dat wordt vanuit de bouw niet meer geschilderd. Dus ze kwamen allemaal met leuke ideeën. Misschien kunnen bewoners daar wat mee doen. Misschien kunnen we inwoners van Veendam vragen ons daarbij te helpen. Cultuuropleidingen die wellicht iets in de schilder... Ja, creativiteit willen doen. Ja, ja, dus ja. Dat is echt iets voor de toekomst. Ja. Dat we het inderdaad iets aangenamer qua zicht gaan maken. Nou ja, ik zag dat de buitenkant is inderdaad zo gemaakt dat je niet pontificaal naar binnen kan kijken. Dat mensen hun eigen privacy ook hebben. Dat geldt ook voor jullie natuurlijk. Klopt. De bewoners. Want we hebben het steeds over de bewoners. Maar wat ons nou interessant lijkt is om eens te vertellen... waar komen die mensen vandaan? Wat is hun beeld? Hoe lang zijn ze hier? Waar gaan ze naartoe? Kun je daar iets over vertellen? Onze bewoners komen echt in principe van allerlei afkomsten. Irakees, Syrië, gezinnen, alleenstaanden. We krijgen echt een heel mooi gemengd gezelschap. Ja. Daar zijn wij heel erg blij mee. Dat maakt de dynamiek goed. Ja. Hangt er een beetje vanaf in welke fase van hun processen zitten, hoe lang ze hier blijven. Ja. Maar het zou zomaar voor kunnen komen dat ze ook daadwerkelijk het jaar dat wij de bestuursovereenkomst hebben, hier zullen verblijven. Ja. Dus je hebt verschillende tijdsbestekken. Zeg maar. Dus sommige mensen zijn al een poosje in de procedure en mogelijk verwezen worden naar een plaats elders in Nederland. Dat zou allemaal kunnen, ja. En mensen zijn natuurlijk altijd nieuwsgierig naar... mensen komen uit onveilige landen, zijn hier in procedure gegaan... komen dan in zo'n noodlocatie terecht. Hoe houden die mensen hoop op de toekomst? Ja, ze hebben al heel veel hoop op de toekomst omdat ze natuurlijk hier opgevangen worden... Ja. Ze zouden waarschijnlijk heel graag hier willen blijven, want anders zouden ze geen vergunning aanvragen bij de IND. Ja. Hoe hun toekomst eruit ziet, ik denk dat voor de meesten nog heel onzeker is. Ja, ja. Je leest natuurlijk, daar hebben we het voor die tijd ook al even over gehad, dat mensen soms een mening hebben over dat mensen hier binnen zijn en dat ze, dat ze het al snel beter hebben dan waar ze vandaan komen. Hoe is dat beeld bij jou over de bewoners die over het algemeen opgevangen worden? Wat zijn dat voor situaties? Ja, het is echt heel erg verschillend. We vangen wel mensen op uit landen die hoog geleerd zijn en die het prima hadden in hun eigen land, maar geen dak meer boven hun hoofd hebben vanwege oorlog. Ja. Die zijn over het algemeen enorm blij dat ze hier een dak boven hun hoofd hebben. Ja. Ook al is dat een ruimte waar ze dan met z'n vieren in moeten verblijven. Ja. Ja. Maar die zijn echt dankbaar dat ze opgevangen worden
door Nederland. Ja, je hebt natuurlijk ook inderdaad, zoals je zegt, van allerlei opleidingsniveau. Dus je hebt ook mensen die in hun land wellicht dokter waren of een hoge positie. Dus het zou ook een hele mooie aanvulling voor onze maatschappij zijn, toch? Dat zou in theorie zou dat heel goed kunnen. Ja. Ja, we gaan natuurlijk toch steeds meer naar een multiculturele samenleving. Dus dan is het ook handig dat we mensen hebben die uit de verschillende regio's komen en op die manier ook begrip kunnen kweken in de maatschappij. Onze ervaring is ook dat bewoners dat graag willen. Ja, die willen ook graag... willen graag integreren, willen graag een steentje bijdragen. Ja. Ja. Zijn er nog deze locatie, je hebt meerdere locaties bezocht, begrijp ik, gewerkt. Is deze anders dan andere locaties? Voor mij is een noodopvang wel nieuw. Ja. Maar dit is zeker anders dan elke andere locatie. Ja. De ligging is anders, het pand is anders. Ja. Heel veel mensen roepen altijd iets over Ter Apel, omdat dat natuurlijk veel in de media voorkomt. Ja. Nou, het is totaal niet te vergelijken met deze mooie, compacte locatie. Nee. En ook de dynamiek is anders waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Mensen zijn al wat meer onderweg, krijgen wat meer inzicht in waar ze naartoe gaan en hoe hun toekomst eruit ziet. Dus het zal ook rustiger zijn, lijkt mij. Ja, wij verwachten met 100 bewoners dat we dat heel goed kunnen managen. En dat we het samen met Veendam deze mensen welkom kunnen heten. Ja, met name dat stukje even over samen met Veendam. Wat kunnen mensen zeg maar, vanuit de gemeenschap in Veendam bijdragen om het een warm hart toe te dragen en wat soepeler te laten verlopen? Waar kunnen mensen hier zich melden als ze iets bij willen dragen? Zeker. Of als ze willen weten van, goh, hoe gaat het er nou toe? Wat zijn de mogelijkheden daarin? Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar vrijwilligers. En dan heb ik het over vrijwilligers om Nederlandse les te geven. Maar ook wel vrijwilligers om iets misschien met kinderen leuke activiteiten te doen. Maar bewoners kunnen ook prima iets buiten de locatie doen. Sommigen willen graag naar een sportschool of bij andere verenigingen zich aansluiten. Nou, het zou super fijn zijn als die verbinding gemaakt kan worden. En dat onze bewoners ook gewoon welkom zijn bij een sportschool of een vereniging. Ja, mensen zijn natuurlijk vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Boodschappen te doen. Dus ze kunnen ook, het is een wandelclub en die zegt van sluit maar aan. Dat zijn allemaal... En die kunnen zich bij jou dan eventueel melden. Ze zeggen, goh, ik wil daar wel iets mee. Ja, of via de website veendam@coa.nl. Okay. Zijn dat allemaal ingangen om die wensen aan te geven. En wij zouden er alleen maar enorm blij van worden. Ja, dan hebben we de kant van de bevolking die zegt van, ik wil graag iets bijdragen. Ik kan me ook voorstellen dat zoals dat overal wel is, dat er ook mensen zijn die kritische geluiden laten horen. Die zeggen van, ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Vaak wordt er natuurlijk al eerst iets geschreeuwd voordat er duidelijk is van hoe het precies in elkaar zit. Maar stel, ik ben een kritische bewoner, kan ik ook bij jou terecht? Heel graag zelfs. Ja, ja, want we willen heel graag positieve ervaringen voor iedereen opdoen, laten beleven. Ja. Ja, heel graag zelfs. Ja, ik zag een grote verblijfsruimte boven. Ik zie een speelplaats buiten, maar een speelplaats zonder speeltoestellen. Ik zie nog, dus als mensen zeggen van ik heb nog twee voetballen liggen of ik heb nog een paar tennisrackets en dat soort dingen, is dat ook van harte welkom? In principe is dat van harte welkom. Ja. We zeggen altijd wel van, het moet niet in overleg, de rotzooi van de zolder zijn, zo te zeggen. Maar anders absoluut van harte welkom. Ja. Ja, zijn we blij mee. Nou, mensen gaan het centrum in, die gaan boodschappen doen, we gaan elkaar tegenkomen. Hoe gaan we dat doen? Stellen we onszelf voor, gaan we met die mensen in gesprek? Wat zou jouw wens daarin zijn? Ik zou ze gewoon als ieder ander begroeten. Ja. En als daar een mooi gesprek ontstaat, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Ja. De overeenkomst voor deze locatie is voor een jaar. Voor 100 bewoners, dat is gewoon waar het begint en waar het eindigt. Ja, helemaal correct. Ja, de bestuursovereenkomst is voor een jaar, voor 100 bewoners en daar houden we ons aan. Nou, zoals u wellicht hebt kunnen zien als u hier voorbij rijdt, het is een mooie locatie geworden. Het is helder en fris, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ook mede door de hoeveelheid glas die hier in het gebouw zit natuurlijk. Zeker. Het is mooi helder. Het is ruim. Mensen kunnen hier ook ter plekke naar buiten. En lekker even de wind door je haar, vernamen we net. Dus
We wensen jullie eigenlijk heel veel succes. Laten we het daar vooral op houden en de bewoners veel woonplezier. Want dat is toch het belangrijkste als je hier met elkaar bent. Ja. Goed, dit was Cor Kuiper vanuit het Centrum Noodopvang locatie in Veendam. Zoals u ziet wordt er hard gewerkt en komen de eerste bewoners binnenkort deze kant op. Dit is een van de ruimtes waar ze zich verblijven, waar ze wonen. Ja, het moet allemaal een beetje eigen worden. En wij hopen en wensen ook namens de Parkstad Veendam dat mensen hun plekje hier kunnen vinden. En dat we in de gemeente samen elkaar komen en dat er rust in de tent is. Overeenkomst is voor een jaar. En laten we als bewoners van Veendam ook deze mensen welkom heten.